Dit is Statements. Nee, het zijn niet Willy en René. Nee, het zijn niet Amber en die ene jongen, hoe heet je ook weer? Bram. Nee, het zijn QC en JJ. Op je beeldscherm hebben we een gast vandaag. Ja. DJ motherfucking Sean. In the house, baby. In the house. Ja, ik heb altijd gelijk dat Def Rijn zei ook weer in een trekje DJ Sean, toch? In de welbekende schuddenplaat. Ja. Tot op de dag van vandaag nog een van de grootste Grand Café en kroeghits uit de jaren 90. Pak je daar nog een goede boema op? Nee, want ik heb hem toen, hij belde mij toen, Def Rhymes. Ja, ik ben in Hollywood Musical, is er een bubbling remix gemaakt. Van die platen heb ik een rapje overheen gedaan. En ja, vind je het goed als ik dat loopje gebruik van Love Come Home? Dat was natuurlijk een nummer 2 hit in de top 40 toen die tijd van mij. Ik zeg, ja joh, doe vooral je best. Dus eigenlijk nooit wat verder voor afgesproken financieel. En kan dat nog met terugwerkende kracht? Want dan zou ik daar toch even over nadenken. Nou, ik vind dit wel een mooie aanjager inderdaad. Om daar eens bij hem over aan de bel te gaan hangen. Daar zal hij van opknappen, denk ik. Even alle gein apart. Heb je daar spijt van dat je er niet wat van hebt gemaakt? Ik kan me daar nu niet meer druk om maken. Ik bedoel, heb je er wel druk om gemaakt? Nou ja, het is natuurlijk wel zuur als je een paar miljoen misloopt. Die ik in deze tijd goed had kunnen gebruiken. Ja. Is dat echt zo? Denk je dat je miljoenen hebt misgelopen daardoor? Ja, ik denk het wel, ja. Achteraf kijk je een koei in de kont. Ja, we hebben wel een lekkere titel weer nu. Ja, DJ Sean kijkt een koeien in de kont. Ja. Goeie titel. Ja, ik zat meer te denken aan DJ Sean loopt miljoenen mis, maar deze is ook leuk. Ja. Oké, de eerste statement. Ik ben topfit. Ja, wat moet ik zeggen? Als je topfit voelt, dan ben je al een heel eindig. Ik hoef geen 100 meter te sprinten. Dat kan ik wel zeggen. Ja. En wat zit erbij? Ik ben helaas momenteel niet topfit. Is corona gerelateerd. Ik ging altijd 3-4 keer in de week naar de sportschool. Ben je daardoor mentaal ook minder fit? Ja, absoluut. Want mentaal en fysiek staan natuurlijk heel nauw met elkaar in verbinding. Nu alles weer op gang komt en ik krijg weer goede zin. En nu de sportscholen ook weer open zijn, dat ik binnen een maandje of 2-3 wel weer op orde ben. En dat die kilo's er wel weer af zijn. En dan ben je weer heel wat meer mans. En dan ga je echt 4-5 keer per week weer de Ja, ga ik 4-5 keer per week. Waarom? Omdat mijn leven zo gek is in die weekenden altijd, dat ik me realiseer dat ik moet compenseren door de week wat ik in het weekend fout doe. Wat doe je in het weekend fout? Nou, eigenlijk alles. Neem ons eens mee. Ik hou wel van een drankje op z'n tijd. Mag misschien wel bekend zijn. Hoeveel gaat er doorheen? Hoeveel gaat er doorheen? Nou, op een goede zaterdag toch wel een litertje, 1,5 liter wodka, denk ik. Wat? En, dat is meer dan dat ik water drink op een gemiddelde zaterdag. Ja, ik heb nu wel een trucje, een foefje. Ik doe nu water bij mijn vodka in plaats van Fanta en 7-Up. Ja. Dan filter je eigenlijk al die suiker al en al die vieze frisdrank. Is toch goor? Ja, daarom juist. Daar heb ik er minder zin in. Ja, maar ja. Is het alleen alcohol? Ja. Ik ben nooit, in tegenstelling tot wat heel veel mensen denken, een drugskikker geweest. Altijd met drankjes. En that's it eigenlijk. En is het dan alleen de zaterdag of pak je de vrijdag ook nog mee? Nou, in de normale wereld, die er nu hopelijk weer aan zit te komen, Draai ik toch meestal wel 3 nachten in de week. 3 tot 8 feesten per weekend toch wel. Ja, en de bankpas wordt er ook zwaarder van. Ja. Dat is inderdaad een mooie bijkomstigheid. Ja, toch? Heb je veel geld verdiend in je carrière, denk ik? Maar gewoon puur met draaien? Puur met draaien. Tussen de 1,5 en 2,5 tonnetje per jaar. Daar kan ik alles mee doen wat ik wil. En daar ben ik super blij en tevreden mee. Daar voel ik me een bevoorrecht mens mee. Heb ik die miljoenen misgelopen? Ja. Is dat heel erg als je dan 1,5, 2 tonnetjes per jaar verdient? Nee, want dan heb je het nog steeds beter dan 90% van de mensen op deze aardbol. Ja. Johan Derksen mag nu wel met pensioen. Ja, dat was me een dingetje, hè? Met die Johan Derksen. Heb ik niet meegekregen, vertel eens. Ik zat toen in dat programma vanwege mijn autobiografie die uitkwam. En de volgende dag had hij wat te melden. En toen dacht ik, hoe de fuck is Johan Derksen om dat over mij te zeggen? En toen voelde ik mij geroepen, omdat ik naar mijn idee onterecht aangevallen werd. Was dat voor of na de fles vodka? Dat was tijdens. Ja, hier gaan we hoor. Dat was tijdens. En toen dacht ik, weet je wat, fucker. Ik zal jou eens even van repliek dienen. Dus toen heb ik een filmpje gemaakt waarin ik hem de huid volgescholden heb. Ja, dat vond ik eigenlijk een prima filmpje op dat moment. Ik stond daar ook helemaal achter en nog steeds. Wat een mafkees, wat moet die vogel verschrikken nou? Is het iets wat je wel geraakt heeft, eerlijk? Het interesseert me geen reet. Het is een beetje paradoxaal dat ik wel dat filmpje maak. Ik ben dan geagiteerd. Geïrriteerd. Ik vind het allemaal woorden, heel mooi. Maar ik ontdek een nieuwe wereld. Ja.
Maar was dat wat zij als laatst geagiteerd? Ik herhaal het gewoon, ik weet het ook niet helemaal. Nee. Dat is gewoon een klein normaal Nederlands woord. Ja, oké. Okay. Het is een beetje een synoniem voor geïrriteerd. Geïrriteerd, okay. Beetje om mijn teentje getrapt. Vervolgens heb ik een paar keer naar dat programma gekeken. En moest ik eigenlijk best wel lachen om wat hij zei. Ik denk misschien in het verlengde van mij qua uitspraken zitten wij misschien zelfs wel op een bepaaldezelfde lijn. Omdat hij zich ook uitspreekt. En ik ook. Dus dat is misschien wel een parallel. Aan de andere kant, ja. Daar houdt het denk ik ook wel op. Wat mij betreft mag hij dood neervallen. Maar wat mij betreft mag hij van zijn stoel afvallen. Het zal maar een worst wezen. Nou, ik denk dat jullie het goed moeten maken. En daarom hebben we ook verrassing. Hier is hij. Dat zou mooi zijn, hè? Donder op, wat moet ik met die vent? Ik heb niks met die man. Goed, we hebben weer iets wat we kunnen gebruiken. Lekker. Volgende statement. Ik zou de hoofdrol in een film kunnen spelen. Ja, ik heb al een hoofdrol in de film. Oh ja? Ja? De Hobbit? Maar zou jij een goede hoofdrolspeler kunnen zijn? Ik heb wel in een film gespeeld, Misfit, zo'n kinderfilm. En ik dacht, ja, superleuk voor mijn dochter, dan kan ik met haar laten zien van, papa zit in een bioscoopfilm. Ik nam een script leren, een beetje hetzelfde als presenteren. Dus gewoon een dagje van tevoren zat ik een beetje te lezen, oh ja, dit moet ik zeggen. En dan sta je op de set, ja, dan gaat het heel anders. Ik weet niet of ik goed kan acteren, man. Je moet heel nep kunnen zijn, volgens mij. Heel veel mensen, wereldwijd dan, acteurs, denken dat ze goede acteurs zijn. Terwijl, als je dat vergelijkt met goede oldschool acteurs, zoals Robert De Niro of... Maar jij bent volgens mij wel de type die... Vroeger was alles beter, hè? Nee, niet eens per definitie. Nee. Niet? Even over mijn scene gesproken. Omdat ik nu nog net zoveel draai als vroeger, kan je dus objectief vergelijken of dat een leukere tijd was. Ik moet wel eerlijk zeggen dat het in de jaren 90 vele malen gekker was in ieder geval. Of dat dan leuker is, ja, ik vind dat leuker. Komt omdat het natuurlijk niet allemaal gezien kon worden. Toen kon je echt nog precies. Dingen soort van semi-anoniem. Het werd natuurlijk niet onder een vergrootglas gelegd wat er allemaal gebeurde. Konden er 100 mensen op een feestje zijn, kon je blote reet laten zien en niemand die het kon filmen, dus moesten het allemaal doorvertellen en werd het een soort van urban myth. En nu staan ze met z'n allen te filmen en zien miljoenen mensen. Precies dat. In de IT waar ik natuurlijk 10 jaar gedraaid heb, daar kwamen bekendheden, beroemdheden, die nu nog steeds allemaal op tv zijn. Gordon, Gerard Joling, maar ook heel veel sporters. Een Hein Vergeer, een Wubbel Okkels. En die mensen die waren kats van de kaart, die liepen zo in de IT. Wubbel Okkels en die sporters. Die was gewoon nog gefocust van de vlucht ervoor. Maar die 3 weken later dan op de Olympische Spelen of zo moesten staan. Ja, die mensen die waren daar kats van de kaart. Ja, ik ga in één keer een hele rits namen door mijn hoofd. Maar eigenlijk moeten zeggen natuurlijk. Dat kan natuurlijk niet meer nu. En dat is wel een groot verschil. En nu moet je natuurlijk op je teller passen als bekend iemand zijn. En als je dan een hoofdrol in een film zou mogen kiezen, welke zou dat dan zijn? Ik heb trouwens wel in meerdere series gespeeld. De laatste was Toon. En die paar keer dat ik dat gedaan heb, wist ik dat dat absoluut niks voor mij is. Om die reden die jij zegt. Je moet natuurlijk heel erg nep kunnen zijn. Ja. Maar de belangrijkste reden, ik kan niks onthouden. Ik heb een geheugen als een zeef. En dat is vrij lastig als je acteur bent. Met zulke lappe tekst. Maar stel je mocht een film kiezen, maar niet uit welke tijd. Doe dan maar Scarface. Ja. Jij. Ik? Ja, film. Batman. Ja. Waarom moet je lachen? Nee, ik heb laatst... Of Jurassic Park, lijkt me ook vet. Maar... Wat als dinosaurier? Ja. Ik zou wel graag die T-Rex willen besturen. Alles wat je kan doen, dan zeg je Batman. Nee, ja, ik heb laatst... Zie je door de donkere straat, dan zie je zo'n kleine Batman. In een iets te lange cape waar hij onder kan slapen. Ja. Ja. Wat me wel opvalt, zijn allebei rollen waarbij je niet in beeld bent. Nee, ja, ik zat laatst gewoon de hele Batman-serie te bekijken. Dacht ik bij mezelf, dat vind ik eigenlijk best wel een vette rol. Ik ben de beste in mijn vakgebied. Probeer mij weer uitspraken te ontlokken die in het verleden nogal wat stof hebben doen opwaaien. Het is in Nederland, heb ik al vaker aangegeven, ontzettend moeilijk om te zeggen dat je ergens de beste in bent. Ben je bijvoorbeeld Michael Jordan in Amerika en je zegt, I'm the greatest. Ja, ben je een legend. Word je op handen gedragen. Wij weten dit niet allemaal, maar heb jij gezegd dat je de beste bent in je vakgebied? Ja, het zou best wel eens kunnen dat ik dat... meerdere malen heb aangegeven. Ik ken mijn eigen kwaliteiten als DJ. Het is niet voor niks ook dat je al 30 jaar een van de meest geboekte DJ's van Nederland bent, top 3. Nee, maar ik denk ook dat je in ons vakgebied, en sowieso of dat in sport is of in wat wij doen, moet je ervan overtuigd zijn dat je ergens verschrikkelijk goed in bent. Ja. En misschien wel de beste, want dat is toch hetgene wat je nodig hebt om er te kunnen komen. Ja, maar dan moeten we het misschien zo vragen. Vind jij jezelf de beste? Dat ligt eraan wat de insteek van beste is qua DJ'er.
om in deze tijd een bekende DJ te worden. Waarin, is soms je Instagram belangrijker dan dat je goede platen draait? Waarin de beste zijn eigenlijk helemaal niet meer het belangrijkste is, technisch gezien of qua inzicht. Maar inderdaad, als je een rijke papa hebt en een managementteam om je heen en je bent een goede producer, kan je zomaar een hele bekende DJ worden op dat hoge podium. Ik ben oldschool DJ, ben met vinyl begonnen en ja, ik zeg altijd, geef mij maar 10 platen, willekeurige platen. Ik weet 1000% zeker dat ik ze als beste zonder voor te bereiden overmix. Dat is gewoon zelfvertrouwen. Je moet jezelf wel in bepaalde dingen het beste vinden. Laten we zeggen met rappen, als je puur op lyrics gaat kijken, dus op lyrische zeg maar, dus de teksten, durf ik te zeggen dat ik 90% van de rappers eruit werp. Strijd durf ik aan te gaan. Dat is een beetje hetzelfde verhaal dus. Ik vind dat je jezelf wel in ieder geval bij de beste moet gaan plaatsen om, je moet het tenminste zelf gaan geloven om het te kunnen worden. Zo, dat is en je bent succesvol. Dat is een mooie quote. Ja. Zo, kan die even op een tegel. Gaan we dat regelen. Hey, ik vond het, buiten het feit dat ik eigenlijk best wel genoten heb van ons gesprek en je echt heel eerlijk bent, vind je het niet gek dat mensen af en toe je willen neerzetten als een soort van gekkie? Ja. Nou, dat is nou eenmaal mijn image en ik weet dat ik gek kan doen in het weekend. Dus ik kan het die mensen eigenlijk ook niet kwalijk nemen. Ik heb dat zelf ook wel eens. Ik denk, godverdomme. Of dan ben ik weer in het weekend spraakberichten bij mensen aan het insturen waar ik dan niks meer van weet de volgende dag. En ik, jezus, weet je wel. En ja, dan kan ik me heel goed voorstellen dat mensen denken, wat een totale gek is dat. Nou, dat zijn we nog gelijk ook, denk ik. Op bepaalde momenten. Een part-time gekkie, denk ik. Part-time gekkie. Oh. Ja, ik denk dat het helemaal afsluiten. En bij statements is niks te gek. Dus oh, wat een bruggetje, man. Ja, sluit hem maar af. Ja, ik sluit hem af. Ik wil iedereen bedanken. DJ Sean, ik wil jou nog bedanken. Je hebt hem. Ik heb hem. En JJ natuurlijk bedankt. Jullie bedankt voor het kijken. En ja, blijf ook kijken, want de volgende keer gebeurt er dit. Ik kwam toen vast te zitten. Toen ben ik niet op tijd eruit kunnen komen. Toen is de helft hier van mijn gezicht is er maar in de fik gegaan. Is dat ook, zeg maar, de... Oké, ik dacht, is dat echt zo? Oh!